Ik loop nu naar de vrijwillige brandweer in Sittard. Daar tref ik Hans Nieling aan met zijn team. En ik hoop dat ik vandaag slaag in mijn oefening. Pring, 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 rinkelt de bel. Ergens is brand, wij komen snel. Vlug, 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 roetje, pakkee. Langs de baan hier naar beneden. Hup! 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 Pring, pring, pring. Nu staan we bij de vrijwillige brandweer in Sittard. En naast mij staat Hans Nieling. En Hans Nieling heeft als functie hier... Bevelvoerder. Ik ben bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer in Sittard, op de post Zwentiboldstraat, zoals dat tegenwoordig heet. En wij rukken je vernier uit, alleen met vrijwilligers. Wat houdt nou eigenlijk een vrijwillige brandweerman in? Ja, wat houdt dat in? En, wat wij doen is dat we gewoon ons dagelijks werk hebben. We hebben allemaal ons eigen beroep. En in de tijden die waar we tijd hebben, dus bijvoorbeeld als iemand ploegen werkt, dan kan hij bijvoorbeeld overdag hier naartoe komen als alarm is. En anders dan als je van 8 tot 5 werkt, dan kom je gewoon hier naartoe tussen 6 en 6 morgens. 6 avonds, 6 morgens. Dan als de pieper gaat, dan word je verzocht om zo snel mogelijk hier naartoe te komen. Dat is een beetje de werkwijze van het werk. Ja, op zich is er geen verschil tussen als je nou vrijwilliger bent of beroeps, en zijnde qua opleiding. Het is alleen dat je, beroep zit 24 uur op een kazerne. En wij rukken van thuis uit, zoals wij dat noemen. Dus we hebben allemaal een pager. En op het moment dat er een alarm is, gaat bij ons de pager. We stappen in de auto zo snel mogelijk, rijden hier naartoe, zetten de auto hier neer en kleden ons om, doen ons uitrukkleding aan en gaan in de auto en proberen dan ook binnen de gestelde 8 minuten ter plaatse te zijn. Vrijwilliger eigenlijk bij de brandweer houdt dus in dat je dus naast het vrijwillige werk bij de brandweer ook een ander beroep hebt. Ja. Hoe combineer je dat? Ja, soms is dat, loopt dat een beetje uit de hand. We meer bij de brandweer dan tot we op het werk zijn. Dus ja, dat is wel een beetje een probleem af en toe. Maar goed, het is allemaal hobby en het is toch een passie van vrijwilligers. Liefde voor het vak. Ja. Hoe gaat de brandweerman om met zijn eigen veiligheid als hij naar een brand gaat of een auto-ongeluk? Of... Nou, veiligheid staat bij ons als nummer 1. Dat krijgt eigenlijk elke brandweerman of brandweervrouw krijgen dat aangeleerd met hun opleiding al. We hebben gewoon een gevaarlijk beroep. En zeker als je bij een brand naar binnen moet, dan zijn er toch altijd factoren die wat we niet in de hand hebben. Waar we van tevoren ook niet kunnen bekijken en weten waar we naartoe gaan. En die eigen veiligheid, dat is gewoon een stuk wat er vanaf dag 1 dat je bij de brandweer bent, erin geduwd wordt en erin gesmeed wordt. Het is namelijk, we gaan voor slachtoffers te helpen. Het is niet de bedoeling dat we dan ook nog een brandweerman of vrouw moeten gaan redden. Mm-hmm. Dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Dus wat we doen is, we hebben sowieso ons uitrukpak. We dragen ademlucht voor ons, ja, dat we geen rook binnenkrijgen. Mm-hmm. We dragen veiligheidsbrillen. Die pakken zijn speciaal gemaakt voor temperaturen aan te kunnen. Wie heeft de algehele leiding bij een accident? Nou. De algehele leiding ligt eraan hoe zwaar het incident is, maar neem aan dat het een beetje een groter incident is, dan is er altijd een officier van dienst ter plaatse die dan met mij samenwerkt. Mocht het incident nog groter worden, dan komt er een hoofdofficier van dienst. En die bepalen dan de inzet. En dat is zowel bij een auto-ongeluk of bij een brand. Wie vangt de pers op? Nou, daar hebben we een aparte persvoorlichter voor. En als die nog niet ter plaatse is, dan is dat de officier van dienst of de hoofdofficier van dienst. Maar ik niet. De brandweer is niet alleen een mannenberoep. Ook voor vrouwen is het erg interessant. Goedendag, ik ben Janice Pallada. Ik zit nu 2 jaar bij de vrijwillige brandweer in Sittard. En ik ben bijna klaar met mijn opleiding. Wij hebben een opleiding van ongeveer, bijna 3 jaar duurt die opleiding. Je begint met het eerste jaar is puur brandgericht. Het tweede jaar is op de technische hulpverlening. Dat houdt in met de auto's knippen. Bomen zagen. En het derde jaar is OGS, dat is ongeval met gevaarlijke stoffen. Zodat we daar ook leren omgaan en dan krijg je ook een pak aan om veilig te werken met chemicaliën. Hoe gaat het thuisfront hiermee om? Ik woon zelf nog thuis,
En mijn moeder is brandweervrouw geweest, dus ik ben ermee opgegroeid, dus ze vindt het ook geen enkel probleem. Maar als ik natuurlijk pieperdienst heb, dus één keer in de vier weken, een hele week, dan moet je gewoon altijd paraat staan en ook 's nachts. Dus af en toe wel wennen, ja. Dan maak je wel iedereen wakker thuis. Hoe is het tussen al die mannen? Gezellig. Ja, ik vind het niet erg. Ik heb er geen problemen mee. Zoals ik al zei, ik ben ermee opgegroeid. Dus ik weet wel een beetje hoe het was. En ik heb niks te klagen. Dus je kunt goed je mannetje staan? Ik sta wel mijn mannetje, ja. Ja. Slagoffer gevonden. Dus we kunnen terugkeren naar de kazerne. Pring, 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 rinkelt de bel. Ergens is brand, wij komen snel. Vlug, 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 roetje, pakee. Langs de heel geerbiede vrijwillige brandweer. Kent dat?